Goedenavond allemaal en welkom bij deze live online alumni lezing op de dinsdagavond. Ik ben hier samen met Catharina Zelin, die gaat straks de lezing geven over medicijnresten in het milieu. We hebben tijdens de vorige lezing geprobeerd om de vragen te beantwoorden tijdens de lezing. Dat blijkt wat lastig te zijn, omdat wij niet samen zitten. Dus het is moeilijk om haar de vragen door te geven terwijl ze haar presentatie aan het geven is. Dus stel je vragen straks gerust in de chat en we komen er aan het eind van de lezing op terug. Dan wil ik jullie graag veel plezier wensen en het woord geven aan Catharina. Catharina, ga je gang. Ja, bedankt. Hallo iedereen. Fijn dat jullie allemaal zijn en bedankt voor jullie interesse in mijn onderzoek. Ook bedankt aan Danielle voor de uitnodiging om deze lezing te mogen verzorgen. Ik ben Catharina Zelin. Ik kom oorspronkelijk uit Duitsland, maar dat hebben jullie waarschijnlijk inmiddels ook al door. Ik werk sinds 1,5 jaar als promovenda aan de Radboud Universiteit op de afdeling Milieukunde. En vanavond ga ik jullie iets meer vertellen over mijn onderzoek en over medicijnresten en andere opkomende stoffen in het milieu. Dus waar gaan we het vanavond precies over hebben? We gaan ten eerste bespreken hoe medicijnen eigenlijk in het milieu terechtkomen. Vervolgens gaan we een stukje hebben over emissieschatting. En of we kunnen voorspellen wat de Waal instroomt. In het derde gedeelte gaat het over milieurisicobeoordeling. Wanneer zijn twee slachtige vissen een risico? Daarna gaan we het hebben over de eerste meetcampagne van mijn onderzoek. Wat zit er allemaal nog in ons afvalwater, behalve dan medicijnresten? Daarna gaan we een kijkje nemen in het laboratorium. Hoe komen we van een vieze spons eigenlijk naar een waterconcentratie? Aan het einde gaan we even hebben over maatregelen, dus wat kan iedereen bijdragen aan dit probleem. En zoals Danielle zei, tot slot hebben we nog wel ruim 20 minuten om jullie vragen te beantwoorden. In ons dagelijkse leven maken we gebruik van heel veel chemische stoffen, vaak zonder daarvan bewust te zijn. Deze stoffen zijn bedoeld om ons het leven iets makkelijker te maken. Neem bijvoorbeeld vaatwastabletten. Natuurlijk willen we allemaal dat ons servies en bestek lekker schoon wordt, maar we willen ook dat de vaatwasser een aantal jaren meegaat. En zo zitten in vaatwastabletten vaak ook anticorrosiemiddelen. Of de mooie geur in ons douchegel en shampoo. Of stofjes die het mogelijk maken om de tuppercontainers in te vriezen, maar ook in de magnetron te stoppen. Ook in schoonmaakmiddelen, in tandpasta en in veel meubels zitten onzichtbare helpers. De waarschijnlijk belangrijkste helpers in ons leven zijn de geneesmiddelen. Ze zijn gemaakt om ons van hoofdpijn te bevrijden, ons bloeddruk te verlagen en onze depressies te verzachten. Kortom, ze zijn gemaakt om een effect op de mens te hebben. Daar is het niet zo vreemd dat geneesmiddelen ook effecten kunnen hebben op andere organismes. Dat geneesmiddelen meer en meer in oppervlaktewater zoals rivieren terechtkomen en daar een effect op vissen hebben, is al redelijk lang bekend. Al in de jaren 90 vonden onderzoekers uit Engeland dat mannelijke vissen ook vrouwelijke geslachtskenmerken kunnen tonen als ze in hormoonrijk water leven. Vergelijkbare effecten werden later ook voor antidepressiva ontdekt. Een ander bekend voorbeeld zijn de effecten die de ontstekingsremme diclofenac in het begin van deze jaarhonderd heeft gehad op de gierenpopulatie in India. Het probleem van medicijnresten in het milieu kreeg ook beleidsmatig aandacht. Zo werd in Nederland de ketenaanpak medicijnresten uit water gestart. Het doel van dit initiatief is om belanghebbenden zoals ziekenhuizen, apotheken, farmaceutische bedrijven, maar ook waterschappen, drinkwaterbedrijven en beleidmakers rond de tafel te verzamelen, om zo gezamenlijk een oplossing te bedenken. Maar hoe komen medicijnresten eigenlijk in het oppervlaktewater terecht? Hier een voorbeeld van acetaminofen, de farmaceutisch actieve stof van paracetamol. Als we hoofdpijn hebben, nemen we een pilletje. Ons lichaam verwerkt het pilletje en kort na de inname voelen we het effect. Bij de verwerking, de metabolisme, verandert ook de chemische structuur van het molecuul en zogenoemde metabolieten ontstaan. Als we de volgende keer naar het toilet gaan, scheidt ons lichaam deze stoffen meestal via urine uit.
In het geval van paracetamol scheidt het lichaam maar rond 5% van de ingenomen dosis ook als acetaminofen weer uit. De rest van de dosis wordt in de vorm van metabolieten uitgescheiden. De percentages worden excretiefracties genoemd. Na het doorspoelen van het afvalwater via het toilet komt het water in het stedelijk rioolsysteem terecht en stroomt daar via naar de rioolzuivering. Hier wordt het vieze afvalwater in een reeks van biochemische processen, gezuiverd. Maar rioolzuiveringen zijn eigenlijk gebouwd om nutriënten zoals stikstof en fosfor uit het afvalwater te verwijderen. Zo wordt eutrofiering voorkomen, de vergroting van de voedselrijkdom. Maar ze zijn dus niet specifiek gebouwd om complexe organische verbindingen zoals medicijnresten te verwijderen. Toch kunnen sommige medicijnen ook via deze processen redelijk goed worden verwijderd. Paracetamol bijvoorbeeld breekt goed af. Diclofenac echter niet zo goed. Zo komt het dat het gezuiverde afvalwater nog steeds resten van slecht afbreekbare medicijnen bevat. Als we dus weten hoeveel mensen in een stad min of meer een paracetamol slikken en als we weten hoeveel acetaminofen in het pilletje zit. En als we dan nog weten welke excretiefracties erbij horen, dan kunnen we op basis van massabalansen uitrekenen hoeveel acetaminofen het riool in er komt. Als we dan nog weten wat met dit molecuul op de zuivering gebeurt, kunnen we ook een schatting maken over hoeveel acetaminofen uiteindelijk in de rivier terechtkomt. Dit is één van de doelen van mijn onderzoeksproject. Niet alleen voor medicijnresten, maar ook voor een aantal andere dagelijkse helpers, de zogenoemde opkomende stoffen. Even kijken. Ja. Dat deze aanpak in principe wel werkt, hebben we al kunnen laten zien. Zo hebben we in het Radboud UMC en het Utrecht UMC om hun voorschrijfgegevens gevraagd voor een aantal medicijnen. Op basis van de voorschrijfgegevens en hun gebruikelijke doseringsschema's en de bijhorende excretiefracties konden we redelijk goed voorspellen wat we in het afvalwater vlak bij de ziekenhuizen zouden moeten vinden. En inderdaad, zoals u op dit plaatje kunt zien, kwamen onze voorspellingen redelijk goed met de metingen overeen. De blauwe streep in het midden van de grafiek is hier de 1-op-1 lijn. Dus we voorspelden precies wat we hebben gemeten. De gestippelde lijnen beneden en daarboven, geven een factor van 10 afwijking aan tussen de gemeten en de geschatte waardes. De meeste medicijnen konden we dus binnen een factor 10 voorspellen. Opmerkelijk is dat we de meeste pijnstillers onderschatten. Dat betekent dat er meer paracetamol, diclofenac of naproxen wordt ingenomen dan er wordt voorgeschreven. Dat is in principe ook wel logisch. Want dit soort geneesmiddelen halen we toch allemaal meestal bij de apotheek of bij een drogist. Zeker in het geval van diclofenac zouden we ook moeten kijken naar andere toedieningsvormen, zoals crèmes of gels, bijvoorbeeld tegen spierpijn. Maar deze studie hebben we alleen gekeken naar orale, rectale en intraveneuze toedieningen. Even water halen. Verder hebben we in deze studie ook gekeken naar wat de twee ziekenhuizen aan medicijnresten bijdragen op de zuivering. Anders dan wat men mensen soms hoort vertellen, maakt het ziekenhuis afvalwater maar een heel klein deel uit van de totale vracht aan medicijnresten. Voor Utrecht was de gemiddelde bijdrage vanuit het UMC geen 3%. En in Nijmegen was het slechts iets meer dan 1%. Wel zagen we dat voor sommige medicijnen, vooral röntgencontrastvloeistoffen, de bijdragen veel hoger waren dan voor andere medicijnen. Ook antibiotica zoals ciprofloxacin en trimetoprim kwamen iets over het gemiddelde uit. Deze medicijnen kunnen dus als ziekenhuisspecifieke stoffen worden beschouwd. Ons volgend doel is nu de inzichten uit deze studie op te schalen naar heel Nijmegen. Nijmegen telt in totaal rond 180.000 inwoners. Twee ziekenhuizen, twee grote onderwijsinstellingen.
een aantal verpleeghuizen. Mensen hebben huisdieren. Er zit wat industrie. En natuurlijk een rioolwaterzuivering. En dat Nijmegen een echte studentenstad is, dat zie je ook in de bevolkingssamenstelling terug. Je hebt een heel groot deel van de populatie die rond de 20 tot 30 jaar is. Een van mijn onderzoeksdoelen is een rekenmodel voor Nijmegen te ontwikkelen dat op basis van algemene parameters zoals bevolkingssamenstelling en specifieke parameters zoals verkoop- en voorschrijfcijfers de jaarlijkse vracht aan medicijnen en andere stoffen voorspelt dat de waarde stroomt. Helaas is het niet mogelijk om dit voor alle stoffen te doen die we in ons leven gebruiken. Volgens mij weet ook niemand heel erg precies hoeveel chemische stoffen de mensheid in de loop van de tijd allemaal heeft uitgevonden. Bij de European Chemical Agency, de ECHA, staan in ieder geval al meer dan 22.000 chemische stoffen geregistreerd. En binnen de EU zijn over 1400 medicijnen toegelaten. Dat is dus een heleboel stoffen. Op de een of de andere manier zouden we deze lijst dus moeten inkorten, oftewel prioriteren. Dat kan bijvoorbeeld op basis van milieurisico's. Hier kijken we dus eerst naar de stoffen die het meeste schadelijk effect zullen hebben op het milieu. Maar hoe bepaal je welke stof nou precies een risico vormt en welke niet? Het antwoord is niet alleen afhankelijk van de stof, maar ook van zijn hoeveelheid. Dat wist al Paracelsus zo'n 500 jaar geleden, toen hij zei, alleen de dosis maakt het gift, of zoiets. Over het algemeen bestaat een risicobeoordeling uit twee componenten. De gemeten of geschatte concentratie in het milieu, de predicted of the measured concentration, in dit geval de PEC, gedeeld door de predicted no effect concentration, oftewel de concentratie die we als veilig achten, omdat er geen effecten worden verwacht. De PINEC. Als deze ratio lager dan 1 is, hebben we geen risico. Als deze ratio op hoger dan 1 uitkomt, dan is er wel sprake van een milieurisico. Aan het eerste gedeelte van deze formule kom je nog redelijk makkelijk. Je kunt meetgegevens gebruiken of een schatting maken. Maar hoe kom je aan het PINEC? Hiervoor moet de toxiciteitstest in het laboratorium worden gedaan. Als we het over milieurisico's in het waterconcentratie hebben, dan heb je een standaardtest voor Daphnia en alg en vis nodig. Deze organismen stel je dus aan een bepaalde concentratie bloot en je kijkt wat gebeurt. Er zijn verschillende tests voor acute en chronische effecten. De meest duidelijke acute test voor een acute concentratie is de LC, de lethal concentration. Oftewel, die concentratie bij wie al je organismen doodgaan. Een voorbeeld van een chronische toxiciteitstest is de NOAC, de No Observed Effect Concentration. Juist. En deze wordt meestal gebruikt om de PINEC te schatten. Maar ja, zoals de naam al zegt, het gaat om een observed effect. En dit is dan ook weer niet zo makkelijk. Want wanneer zie je eigenlijk een effect? Zijn bijvoorbeeld veranderingen in het weefsel al een effect? Of hoe zit het met gedragsveranderingen? Als een vis iets langzamer zwemt dan gebruikelijk en daardoor sneller doorgaat, telt het mee of telt het niet mee? Daar heerst nog steeds heel veel discussie om. Een ander valkuil is dat dit soort tests heel erg duur zijn en heel veel tijd kosten. Daarom worden ze vaak alleen gedaan als ze wettelijk verplicht staan. Voor de toelating van medicijnen bijvoorbeeld is het pas sinds 2006 noodzakelijk om de effecten op het milieu aan te tonen. En dat wil niet zeggen dat milieuschadelijke stoffen niet worden toegelaten. De positieve effecten op de menselijke gezondheid worden steeds als belangrijker geacht dan milieunadelen. Maar dit betekent wel dat we voor medicijnen die al voor 2006 werden toegelaten,
vaak geen toxicologische gegevens hebben. Voor deze medicijnen kunnen we dus geen risicobeoordeling doorvoeren. Na deze discussie over risicobeoordeling gaan we even weer terug naar Nijmegen. Nu gaan we een kijkje nemen in het Nijmeegse riool en wat er allemaal nog zo in zit, behalve de medicijnen. Ten eerste, er zijn verschillende riooltypes. In het oosten van Nijmegen hebben we het vooral te maken met een gemengd rioolstelsel. Hier komt huishoudelijk afvalwater en afstromend regenwater samen in één buis terecht. In de wat nieuwere wijken van Nijmegen, ten westen van het Maas-Waalkanaal, ligt vooral een gescheiden riolering. Hier komen afvalwater en afstromend regenwater in een paardenrioolbuis terecht. Alleen het afvalwater stroomt samen met het afvalwater uit de rest van Nijmegen naar de zuivering in de Wurt. Het afstromend regenwater komt in vijvers en sloten langs de wegen terecht. Voor onze eerste meetcampagne in september het afgelopen jaar leek het ons dus interessant om te kijken naar deze verschillende types afvalwater. Mijn onderzoeksvragen waren dus welke stoffen zitten in verschillende types afvalwater. Dus in huishoudelijk afvalwater, in afstromend regenwater en in industrieel afvalwater. En in welke concentraties. En welke stoffen zitten nog in het gezuiverde effluent van de rioolzuivering. En in welke concentraties. Dus welke stoffen breken slecht af. Maar hoe meet je eigenlijk medicijnresten in dit soort stoffen? Er zijn verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld een zogenoemde grab sample nemen. Dan neem je gewoon een watermonster, bijvoorbeeld van 1 liter. En dit laat je analyseren. Dat is best snel en makkelijk te doen. En zo weet je wat er op dit moment in het riool langstroomt. Alleen kun je niet zeker zeggen of misschien op dit moment juist een piek langstroomde. Er zijn ook machines die automatische watermonsters voor je verzamelen. Bijvoorbeeld elke 10 minuten. Dit zijn zogenoemde automated grab samples. Ze zijn wel wat groter en hebben dus ruimte nodig. Ook hebben ze stroom of een batterij nodig om de pomp aan te zetten. Omdat enkele watermonsters meestal gemengd worden in dit soort containers, krijg je hier bijvoorbeeld een gemiddelde concentratie over 24 uur of 2 dagen of hoe lang die container volhoudt. Een algemeen probleem van grab sampling is dat stoffen, zoals medicijnresten, in oppervlaktewater of in gezuiverd rioolwater in hele lage concentraties aanwezig zijn. Je hebt in het laboratorium wel een bepaalde minimumvracht van medicijnen nodig om deze stoffen aan te kunnen tonen. Dit heet een zogenoemd detectielimiet. Om de concentraties van sommige medicijnen... Dus je hebt het detectielimiet, dat is dus de minimumconcentratie die je nodig hebt om stof aan te kunnen tonen. Als je maar 1 liter watermonster verzamelt, dan zou het kunnen dat je dit detectielimiet niet haalt. Dan kunt je het stoffen dus niet aantonen. Een oplossing zou kunnen zijn dat je een iets groter watermonster verzamelt. Dus het volume van je watermonster vergroot. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van passive sampling. Passive samplers zijn eigenlijk ontwikkeld om stoffen uit de watermonsters te extraheren. Ze werken dus als soort van filters of sponsjes. Inmiddels worden passive samplers ook vaak direct in het bemonsterde water geplaatst. Hier verzamelen de sponsjes gedurende hun blootstellingtijd allemaal stofjes. Afhankelijk van wat je precies wilt meten, zijn er verschillende types passive samplers. Voor hydrofobe stoffen zijn absorptiesamples geschikt. En voor hydrofiele stoffen, zoals medicijnresten bijvoorbeeld, zijn adsorptiesamples geschikt. Wij hebben voor speeddisks gekozen. Speeddisks, zoals je op deze afbeelding kunt zien, bestaan uit een aantal lagen, waaronder één sorptiemateriaal. Hieraan gaan de medicijnen hechten. Het voordeel is dat deze speeders redelijk lang in het rioolwater kunnen verblijven. Daardoor bemonster je een groter watervolume en je haalt een lage detectielimiet. Het nadeel is dat ook met passive samplers kun je geen pieken terugzien. Ze mogen niet droog vallen en de resultaten die ze geven zijn maar semi-kwantitatief.
Maar hierop kom ik straks een keer terug. In september vorig jaar hebben we op 4 locaties in Nijmegen 2 speedtests geplaatst. We hebben industrieel afvalwaterrail bemonsterd, afvalwater afkomstig uit een woonwijk, zonder de invloed van de ziekenhuizen. In gescheiden riool, waarin regenwater instroomt. En het effluent van de rioolzuivering. De blootstellingsduur van het afvalwater, dus van het, industrieriool en van de woonwijk, was 1 week. In het gescheiden riool en de zuivering hebben we de speedtest 6 weken laten hangen. In totaal hebben we een analyse voor meer dan 400 stoffen laten doen. En zo zag het er dus uit. We hebben 2 speedtests met een tie wrap op een metalen staafje vastgemaakt. Dit om te zorgen dat ze ook netjes onder water blijven. Dit constructie wordt dan aan een touw in het rioolput naar beneden gelaten. Deksel erop en even afwachten. Na 1 week kwamen we terug om de speedtest weer op te halen naar het laboratorium te brengen. En kijk wat voor een lekker pakketje op ons hing te wachten. Want er altijd spul zaten ze dus. Helemaal zwart en vies. En wat staat er nou allemaal? Deze figuur geeft de 20 stoffen met de hoogste concentratie aan. In totaal hebben we op de sponsjes van het industrieafvalwater 82 van de 400 stoffen gevonden. We zijn dus... Dus we hebben 82 stoffen van de 400 stoffen gevonden. En bijna de helft van deze 20 stoffen waren plastic additieven. Dus bijvoorbeeld weekmakers. Er zaten ook 5 medicijnen onder de top 20. En 3 consumentenproducten, zoals cafeïne, een voedingsadditief en triclosan. Dat is een disinfectiemiddel. Verder hebben we nog 2 verboden substanties gevonden. Amfetamine en een consumptiemetaboliet van cocaïne. Er zat maar 1 pesticide in de top 20. Op de tweede medelocatie hebben we een woonwijk bemonsterd. En deze punten vond ik persoonlijk bijzonder leuk. Want hier stroomt het afvalwater vanuit 3 verschillende bouwen gezamenlijk 1 kant op. En ook hier vonden we na 1 week een lekker vies pakketje terug. Opvallend, de kleur van de spieters was hier lichtbruin. In die top 20 van deze samples zaten 11 medicijnen, 4 plastic additieven, cocaïne en de metaboliet hiervan, DEET, een bekende antimuggenmiddel, en benzotriazole, een anticorrosiemiddel dat ook in vaatwastabletten zit. Over het algemeen zie je dat de concentraties in het huishoudelijk afvalwater iets hoger waren dan in het industriële afvalwater. Op naar de volgende. Het gescheiden riool dat afstromend regenwater verzamelt. Hier hebben we de speedtest voor 6 weken laten hangen. En zelfs na deze lange tijd waren de samples nog lekker schoon. Zoals u kunt zien, zijn de concentraties in afstromend regenwater heel veel lager dan afvalwater. Maar toch hebben we nog 48 stoffen boven de detectielimiet kunnen aantonen. Er zaten vooral plastic additieven, maar ook een aantal medicijnen in. Dat zou 2 dingen kunnen betekenen. Of is het ergens een foutaansluiting, dat wil zeggen een afvalwaterbuis die is ergens op een regenwaterbuis aangesloten. Of dat we bezoek hadden van een aantal witplassers. Maar ja, dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Ons laatste meetpunt was het verzamelwassen van rioolzuivering in Wurt. Hier hebben we de samples aan de ladder vastgemaakt en ook hier 6 weken laten hangen. Na die tijd waren er al algen aangegroeid. In het gezuiverde effluent vonden we nog 113 stoffen terecht. Er zaten vooral medicijnen in de top 20, maar ook 2 drugs, MDMA en de metaboliet van cocaïne, PFOS en 2 pesticides. Over het algemeen kun je dus zien dat de hoogste concentraties van opkomende stoffen in het afvalwater van woonwijken zaten, gevolgd van die in het industrieel afvalwater. Ook wordt duidelijk dat de samenstelling van het afvalwater verandert naarmate welke activiteiten binnen een lozingsgebied plaatsvinden.
Hoewel de rioolzuivering niet specifiek is gebouwd om stoffen te verwijderen, zien we toch dat de concentraties in het effluent over het algemeen lager zijn dan die in ruw afvalwater. En nu gaan we nog even snel op bezoek bij het laboratorium. Ik hoor net dat mijn camera een beetje lijkt vast te lopen. Ik hoop het gaat. Ik liet jullie net zien wat je moet doen om van een schone spietisk naar een vieze spietisk te komen. Maar hoe kom je nou van een vieze spietisk aan een waterconcentratie? Dat is een vrij ingewikkeld proces. Zo ingewikkeld dat we daar echte experts voor nodig hebben. Onze expert heet Henry Beeltje en werkt bij TNO. Hij doet de analyses voor ons om zeker te gaan dat dit ook allemaal klopt. Tijdens de analyse heeft hij ook wat foto's gemaakt, zodat we de stappen nu even samen kunnen doorlopen. In stap 1 worden de stoffen met behulp van een oplosmiddel van de spietisk losgemaakt. Vervolgens gecentrifugeerd en geëxtraheerd. Daarna wordt het extract ingedampt, totdat het maar een volume van 1 milliliter heeft. Het concentraat wordt vervolgens gesplitst in 2. Eén deel om de gaschromatograaf te analyseren en eentje wordt verder verdund om het in een vloeistofchromatograaf te analyseren. Uiteindelijk krijgen we dus als resultaat een vracht per locatie, oftewel de massa, bijvoorbeeld ibuprofen, die op twee stoffen, op twee spietisken werd gevonden. Maar in al deze stappen zitten ook behoorlijk wat onzekerheden. Bijvoorbeeld, hoe goed gaan de stoffen eigenlijk hechten op een spietisk in een afvalwater? En hoe goed kunnen we hem weer losmaken in het laboratorium? Nou, deze onzekerheden, die hebben we nog redelijk onder de knie. Want hier maakt TNO ook experimenten voor om de methode te valideren. De grootste bron van onzekerheid zit in het omrekenen naar de waterconcentratie. Hiervoor nemen we aan dat één spietisk circa 50 milliliter per dag aan water bemonstert. Zo komen we op een totaal bemonsterd volume van 700 milliliter gedurende 1 week. De waterconcentratie kun je dus berekenen om de gemeten vracht te delen door het bemonsteringsvolume. Eén voorbeeld. Op de sample uit de woonwijk zaten 443 nanogram ibuprofen. Er hingen 2 spietjes gedurende 7 dagen. Het totale bemonsteringsvolume was dus 700 milliliter. De waterconcentratie kun je nu berekenen om de 943 nanogram ibuprofen te delen door 0,7 liter afvalwater. Zo kom je op een totale waterconcentratie, of een gemiddelde waterconcentratie moet ik zeggen, over 1 week, van 1350 nanogram per liter. Hop, even snel terug. Ja, dus nu wil ik nog even terugkomen op wat ik voorheen zei van de semi-kwantitatieve concentraties. Dat komt dus omdat in het hele proces heel veel onzekerheden zitten. Nou, ik hoop jullie zijn nog wakker, maar we zijn er op het laatste punt aangekomen. De maatregelen. Na dit hele verhaal vragen zich jullie misschien af, maar wat kan ik er nou aan doen? Nou, punt 1 is waarschijnlijk de meest logische en voor de hand liggende. Spoel geen medicijnen door het toilet. Je kunt alle medicijnen altijd bij een apotheek inleveren en ook de prullenbak is een betere oplossing dan het toilet. Punt 2. Als je spierpijn hebt, gebruik alsjeblieft geen diclofenac-houdende crèmes of gels. Want het gehalte van diclofenac, dat uit deze gels via je huid in je lichaam komt, is heel erg klein. Het grootste gedeelte stroomt gewoon weer bij het volgende keer douchen helemaal af. Gaat zo direct naar het riool en naar de zuivering. En, zoals jullie nu weten, diclofenac breekt niet zo goed af in de zuivering. En punt 3. Wees bewust en ga verstandig om met medicijnen. Gebruik medicijnen alleen maar als het echt nodig is. Want soms heeft een powernap van 30 minuten min of meer hetzelfde effect dan een pilletje tegen hoofdpijn.
Ook het ibuprofentje voor een avond stappen met je vrienden is niet echt een goede keuze. Eén beetje minder is altijd een goede keuze. Niet alleen voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. En met deze wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht. Jullie hebben allemaal hartstikke goed volgehouden. En ook bedankt aan onze financiers en al onze partners binnen het project. En met deze geef ik even terug naar Danielle. Ja, ik kom eraan. Hi. Dat is fijn. Dankjewel, Catharina. Hartstikke fijn. Graag gedaan. Nu beweegt je beeld weer. Ik weet niet wat er net misging, maar het liep een beetje vast. Gelukkig zien we je wel nog steeds. Ik heb een aantal vragen binnengekregen. Ik ga gewoon van bovenaf beginnen. Oké. Okay. Eerste vraag is, waarom gebruik je een foutfactor 10 multiplicatief in plaats van een foutmarge van 10 additief? Ik heb je even niet zo heel goed kunnen verstaan. Hoezo ik een foutmarge van 10 kwalitatief gebruik? Waarom gebruik je een foutfactor 10? En dat wordt aangeduid als multiplicatief in plaats van een foutmarge van 10. Ik denk dat dat het eerste stukje is bij wat je bij de ziekenhuizen dacht te zien en wat eruit kwam. Ja, dat denk ik ook. Ik weet even niet zo goed wat die persoon bedoelt met een multiplicatief. Maar eigenlijk hebben we gekeken van, we hebben een voorspelling gemaakt. Daar kwamen we op een vrachtauto, dus op een massa. En die hebben we vergeleken met een vracht die we hebben gemeten in het rioolwater. En dit hebben we gewoon in de grafiek laten zien. Dus de afwijking was soms binnen een factor 10. Dus we hebben 10 keer meer of minder voorspeld dan dat we hebben gemeten. Is dat een antwoord op de vraag? Ik denk het wel. Mocht dat het dat niet zijn, dan vraag ik deze persoon graag om nog een keer te stellen, zodat we hem beter kunnen beantwoorden. Ja. De volgende vraag. Daphnia is een soort, is de vraag. Vis is een grote groep gewervelden. Welke vis is het modeldier? Dat is een hele goede vraag. Daphnia, dus daar gaat het inderdaad, dat is een watervlooi. Welke soort vis in de toxiciteitstesten worden gebruikt, moet ik heel eerlijk zeggen, dat weet ik niet. Dat zou ik moeten nakijken, dat is een hele goede vraag. Oké. Okay. Ik neem wel aan dat het is een vis die in een rivier zwemt. Dus, je kunt ook toxiciteitstest doen natuurlijk voor zeewater. Maar dan denk ik, heb je een andere vis nodig voor de toxiciteitstest dan voor rivieren. Ja. Dankjewel. Er kwam nog een verduidelijking op de eerste vraag. De vraag is dus waarom 10 keer meer of minder in plaats van 10 nanogram meer of minder? Ja, oké. Heel even nadenken. Volgens mij is het toch een aantal verschil in de concentraties die we sowieso hebben gemeten. Dus voor één medicijn, misschien kan ik, als ik nu even terug ga naar de slide, dus misschien even kan dat. Ja hoor, pak hem er eerst bij. Komt hij eraan? Kun je hem zien? Ja. Ja. Dus we hebben hier een aantal medicijnen gemeten. En voor sommige medicijnen hebben we dus minder massa gemeten dan voor andere. Ja, dus de eenheid van dit zijn gamma per jaar. Dus we hebben een jaarlijkse schatting gemaakt. Sommige medicijnen, bijvoorbeeld diclofenac, hebben we niet zo'n grote massa voorspeld. En ook niet zo'n grote massa gemeten. Maar voor andere, bijvoorbeeld voor de röntgencontrastvloeistoffen, hebben we wel redelijk veel gemeten. Dat heeft ook te maken omdat dit is gewoon een zwaar molecuul. In dit grafiek moesten we het een beetje netjes maken en omrekenen, zodat we alle medicijnen, ook als we verschillende vrachten hebben gemeten, dus heel kleine en heel grote, binnen één grafiek konden plaatsen. De kwestie van 10 of nanogramma of factor 10 is eigenlijk
En als je een concentratie of als je een vracht hebt van 100 nanogramma die je voorspelt, als je dan een afwijking van 10 nanogramma hebt, dan heb je een foutmarge van 10%. Maar als je een grotere vracht hebt, bijvoorbeeld van 5000 gramma, dan is een afwijking van 10 nanogramma niet zo heel erg veel. En in dit artikel hebben we wel ook dit soort onderscheid of verschillen meegenomen. Daarvoor hebben we de statistiek aangewend. Dus dat kun je hier zien. We hebben dus een aantal statistieke tests gemaakt om dit mee te nemen. Dankjewel. Dat zie je niet in de grafiek terug, maar dat staat er wel in de artikel. Helemaal goed, dankjewel. Even kijken, de volgende vraag. Moeten zogenaamde biosimilars dezelfde tox-screening doorstaan als een soortgelijk medicament eerder al is goedgekeurd? Sorry, nog een keer. Ik kwam er niet zo heel goed aan. Moeten zogenaamde biosimilars dezelfde tox-screeningen doorstaan als een soortgelijk medicament al eerder is goedgekeurd? Een biochemical. Een biosimilar. Ah, het is een stof die een soortgelijk semestructuur heeft, neem ik aan dan. Dat denk ik, ja. Ja. Ook daar moet ik heel eerlijk zeggen, dat weet ik uit de top van mijn hoofd ook niet. Volgens mij moeten alle nieuwe medicijnen, dus alle medicijnen die nieuw worden toegelaten, milieueffecten kunnen aantonen. Of daar nou een uitzondering bestaat voor moleculen die heel erg hetzelfde lijken op andere, dat zou ik niet weten, maar ik zou het niet denken. Dus als je een nieuw medicijn wil toelaten, dan moet je deze test wel hebben. Dan moet dat altijd gebeuren, ook al lijken ze op andere. Volgens mij wel. Oké, dankjewel. Dan nog een vraag, waarom het verschil in meettijd? En ik denk dat over de dingen zijn die je in het riool hebt gehangen, waarom je daar verschillen hebt aangebracht. Ja, dat gaat denk ik over de blootstellingsduur. Even terug naar deze. Er zit eigenlijk een verschil in de samenstelling van het afvalwater. Dus in afvalwater, dat kon je dus ook op de volgende slide zien, met die mooie pakketjes die we eruit halen. We kunnen hem maar 1 week laten hangen, want anders hij zit op een gegeven moment vol. Dus daarom konden we hem alleen 1 week laten hangen in vies afvalwater. We hebben gekozen om hem in regenwater, of in afstromend regenwater en op de zuivering langer te laten hangen. Omdat we zo een groter watervolume konden bemonsteren. Dat heeft dan ook weer te maken met de detectielimiet. Dus als ik de speedtest voor 6 weken in een afstromend regenwaterput laat hangen, dan kan ik later lagere concentraties aantonen, omdat mijn watermonstervolume groter is. Dat was de reden daarvoor. Oké, dankjewel. Daar worden wel rekening mee gehouden als we terugrekenen naar de waterconcentraties trouwens. Oké. Even kijken, nog een vraag. Resulteren periodes van droogte in relevante verhogingen van medicatiespiegels in grondwater? Heb je daar iets van gemeten? Ja, dat is een tricky question, zou ik zeggen. Want ons project gaat op dit moment alleen kijken naar oppervlaktewater, dus rioolwater en oppervlaktewater. Grondwater kunnen we helaas niet meenemen. Of er nou echt een verandering plaatsvindt in de concentraties van medicijnen of andere stoffen in grondwater, weet ik niet of er echt studies zijn. Ik heb er nog van geen gehoord. Ik weet wel dat de concentraties van medicijnresten in grondwater heel erg laag zijn op dit moment. Oké, dankjewel. Dan een vraag over de waterzuivering. Is het mogelijk om de waterzuivering dit soort stoffen wel te laten verwijderen? Al is voorkomen beter dan genezen. Maar mensen worden nu eenmaal ziek. Dat is de vraag. Ja, natuurlijk. Mensen worden ziek en het is ook zeker niet de bedoeling om medicijnen te verbieden of zo. Je kunt zeker iets doen aan de zuivering. Dus er zijn nieuwe technologieën die kun je toepassen om dit soort stoffen mee te nemen, te verwijderen. Dus bijvoorbeeld er zijn technologieën zoals UV-bestraling, die kunnen medicijnen afbreken. Dus we gaan gewoon de moleculen ergens kapot hakken en dan heb je kleinere moleculen. Of dat nou heel veel beter is, dat is maar nog de kwestie.
Maar je hebt ook andere technologieën, bijvoorbeeld met activated carbon, actieve koolstof, denk ik. En dit is eigenlijk een soort van een sponsje, een hele goede filter. Dus die filtert wel de meeste medicijnresten uit. En andere landen, zoals Zwitserland bijvoorbeeld, die hebben wel op de meeste zuiveringen dit soort technologieën toegepast. Het kan. Volgens mij is in Nederland ook de discussie om op bepaalde zuiveringen dit soort technologieën toe te voegen. Er was van de STOA, de Stichting Toegepaste Water... Niet? Ja. De STOA. Die hebben een studie gedaan naar verschillende... Daar hebben ze gekeken naar verschillende rioolwaterzuiveringen in Nederland. En hebben een soort van hotspot-analyse gemaakt. Dus over het algemeen, de zuiveringen van grote steden hebben een grote invloed op de kwaliteit van rivierwater dan de zuiveringen van kleine. Zoiets min of meer was de conclusie. Dus okay. Volgens mij is er ook een discussie in Nederland om dit soort technologieën toe te passen. Mooi. Dan een vraag over ibuprofen. Even kijken, ik doe hier iets voordat ik hem niet kan lezen. Momentje, ja. Over de ibuprofenconcentratie die je als voorbeeld gebruikte. Dat was 1347 microgram per liter of nanogram per liter? Nanogram per liter. Deze persoon geeft aan dat is erg veel. Hoe verhoudt zich dat tot de concentratie in het bloed van iemand die ibuprofen slikt? Dat is een hele goede vraag. Ik weet dat ik dat een keer heb uitgerekend, maar ik heb het niet meer in mijn hoofd. Wees wel bewust, het gaat hier echt om ruw afvalwater. Dus daar is niks van gezuiverd. In het bloed, de concentratie is ook afhankelijk van hoe groot je bent, hoe zwaar je bent. Er zijn formules waar je dat kunt uitrekenen. Maar heel dit getal heb ik nu even niet in mijn hoofd, sorry. Dat snap ik. Helemaal niet erg. Dan tot voorlopig de laatste vraag. Wie weet komen er nog meer. Zijn er ook stoffen gevonden afkomstig van de pil bij metingen? Bijvoorbeeld verschillende oestrogenen? Ja, dat is ook een hele goede vraag. Het staat wel in het meetpakket. Dus binnen de 400 stoffen die we hebben laten analyseren, zit ook een aantal hormoonverstorende stoffen of oestrogenen. Alleen zijn deze stoffen heel lastig te meten. Want de detectielimiet voor deze stoffen ligt toch nog vrij hoog. Dus je hebt een redelijk hoge concentratie nodig om ze aan te kunnen tonen. Dat is punt 1. En punt 2 is, de meeste van deze, van de pil, wordt uitgeschreven als een metaboliet. Dus niet per se als dat molecuul wat je hebt geslikt, zeg maar. En dat heeft dan de consequentie dat de concentratie van dit molecuul in afvalwater toch redelijk laag is en te laag om het te kunnen aan te tonen. Dus we nemen wel aan dat ze ook in het afvalwater zit, maar dan in vorm van metabolieten. Die kunnen trouwens ook nog een effect hebben. Dat is zeker waar, maar we kunnen ze op dit moment met deze methode niet meten. Dankjewel, duidelijk. Dat was voor nu de laatste vraag, Catharina. Okay. Ik zie ook geen nieuwe vragen nu binnenkomen, dus dan denk ik dat we gaan afronden. Dan wil ik jou graag heel erg bedanken voor je mooie verhaal en je tijd die je voor ons genomen hebt. En iedereen die gekeken heeft, wil ik ook hartelijk bedanken voor het kijken en voor het vragen stellen. En als je zo de laatste sheet nog even in beeld wil zetten. Daar hebben we hem. Want we hebben op 23 juni weer een lezing voor jullie klaarstaan. Over de smartphone als laboratoriuminstrument. Super interessant. Dus mocht je dat leuk vinden, kom gerust, meld je aan. En dan zien we jullie graag weer bij een van onze volgende lezingen. En hopelijk ergens in het najaar weer in het huidige gebouw. Maar dat wachten we natuurlijk nog even af. Dan wens ik voor jullie voor nu een hele fijne avond. Catharina, dankjewel. Bedankt jullie. Fijne avond.